Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag gaan we iets heel leuks knutselen. En zoals misschien jullie wel een beetje weten, ik ben niet zo heel erg goed in knutselen. Maar ik vind het wel leuk om te doen, dus we gaan het gewoon proberen. En vandaag gaan we het doen met ijsstokjes. Dus kijk mee. Oké, vandaag gaan we onderzetters maken. Dat is natuurlijk mega spannend. Daarvoor gaan we gewoon heel simpel ijsstokjes gebruiken. En een beetje lijm. En daarna gaan we nog leuk lakken. En het is de bedoeling dus dat we een soort pallet-achtige stijl maken. Weet je wel, van die pallets waar dingen op worden vervoerd. Maar dan in dit geval wordt je glas erop vervoerd of je potje lijm. Kijk mee. Oké, zoals je ziet heb ik twee stokjes tegenover elkaar gelegd en we gaan een vierkantje maken. Zo, een beetje lijm erop. Niet te veel lijm, kijk er goed mee uit. Je hebt echt maar een heel klein beetje nodig. En als die op elkaar zitten, dan moet je het eventjes laten drogen natuurlijk. Ik maak twee van deze vierkantjes, want je hebt twee van deze zijdes nodig ook. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we de tussenspijltjes maken. En dat doe ik door een stokje ertussen te leggen en die plak ik niet vast. En de volgende plak ik dan weer wel vast. Nou, zoals je het ziet, hoppa, om en om. Eentje plak je vast, de andere niet. En dan heb je precies de goede afstand. Als je daar twee van hebt gemaakt, dan is het tijd voor de volgende stap. Je draait hem om en doet een beetje lijm in de hoekjes. En daar zet je dan weer een ijsstokje tegenaan. En op deze manier. Dat doe je ook aan de andere kant. Daarna gaan we er eentje in het midden doen. Ik leg een aantal stokjes neer die ik niet vastplak, zodat je precies goed in het midden uitkomt. En degene in het midden plak ik dan wel vast. Dan heb je een dwarsbalk, wat je ook vaak op pallets ziet. En dat doe je ook bij de tweede die ik heb gemaakt. Zo. Als dat droog is, dan zet je weer wat lijm in de hoekjes. Want je gaat ze nu op elkaar plakken. En als je het goed hebt gedaan, dan passen ze precies op elkaar. Je kan nog wel een beetje bewegen met de tussenbalkjes. Kijk, even goed vasthouden tot het droog is en dan ben je klaar. En zo ziet het eruit. Ik heb nog wat ijsstokjes ertussen gedaan, zoals je kan zien. Ik heb er twee gemaakt. Ze moeten nog eventjes drogen. In de tussentijd ga ik even de lak pakken, want het is natuurlijk wel leuk om er een leuk kleurtje aan te geven. Nu is het gewoon best wel saai en plain hout. Maar ik ga er wat lak overheen doen. En dat is wat donkerder. En dan zie je echt dat het, dan krijg je echt een beetje leven. Het ziet er gewoon cool uit. Dus ga ik even pakken en dan gaan we het even schilderen. En ik ga dit erop smeren met een keukendoekje. En waarom? Dat geeft echt een heel mooi oud effect. Je vouwt hem een beetje op zo, met een prop. Dat duw je in de lak en dan dep je het er voorzichtig op. Kijk, je kan het zo overheen smeren en een beetje deppen. Oké, nu is het alleen nog even wachten tot het droog is en dan de volgende keer doen we de andere kant. Oké, we zijn een dag verder. De pallets zijn nu gedroogd. Tijd om de andere kant te doen. En ik had mezelf vandaag voorgenomen een fatsoenlijke kwast mee te nemen. Maar ik ben natuurlijk mezelf niet als ik dat weer ben vergeten. Dus we gaan het gewoon weer doen met een keukendoekje. Komt helemaal goed. Als er maar gewoon een mooi laklaagje op zit. Oké, ze zijn klaar. Ik ben wel blij met het eindresultaat. Het ziet er leuk uit. Grappig. Makkelijk om te maken. Kost ook bijna niks. Het kost minder dan een onderzetter kopen. En je bent lekker creatief bezig. Leuk voor het weekend als je even tijd hebt. Vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat kan even door op de button hier te klikken. Geef ook even een duimpje omhoog. Deel het met iedereen die je kent. En dan zie ik jou heel graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig.